Het is maandagmorgen en de reservespelers zijn bezig met een rondo. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat Gregory van der Wiel tot dit gezelschap behoort. De rechtsback keert terug op het trainingsveld na 3 maanden blessureleed en werkt nu toe naar zijn rentree. En met de aanstaande terugkeer van ook Sigtorsson en Boerichter lijkt Ajax op tijd op oorlogsterkte te komen voor het allesbeslissende deel van de competitie. Ondertussen zijn de basisspelers bezig op de Athletic Skills Track. Er wordt ontspannen getraind, mede door de comfortabele zege op ADO. Een goede wedstrijd. Heel volwassen uitgespeeld en gewonnen. Want meestal hebben we het heel lastig in Den Haag en dit keer niet. Waardoor ging het dit jaar een stuk makkelijker dan voorgaande seizoenen? Ik denk toch dat we het een stuk feller waren dan de jaren daarvoor. En dan zie je dat we met goed voetbal gewoon kunnen winnen daar. Wat vond je van de 0-1 van Lukoki? Was een heel mooie doelpunt. Prachtige paas van Theo en heel mooi afgewerkt. Bal in de diepte. Oh, wat een mooie paas is dit. Lukoki met de treffer. Nou, dan mag hij wel naar Theo Jansen toe, lijkt me hoor. Goedemorgen. In de eerste helft kreeg je een tackle te verwerken van Boussabon. Die is daar veel te laat. En het is een hele harde overtreding. En het is meteen rood voor Ali Boussabon. Had je er last van die overtreding? Ik had er op dat moment had ik er last van mijn enkel. En daarna ging het wel wat beter. Heb je Boussabon nog gesproken na afloop? Ja, ik had hem na de wedstrijd nog gesproken. Hij zei het was niet zijn intentie om het te blesseren. En dat hij voor de bal ging. En dat hoort ook bij het spel. Dus jullie hebben het gewoon uitgepraat? Ja, we hebben het uitgesproken en alles is goed. Niet lang na de tackle van Boussabon kreeg Anita een elleboog in zijn gezicht. Kortom, Anita had het zwaar te verduren in Den Haag. Ja, inderdaad. Ik heb een paar rakenklappen gekregen. Maar ja, ik ben heel huis uit de wedstrijd gekomen en dat is belangrijk. Op een gegeven moment werd jij ook een beetje het mikpunt van het publiek, van ADO. Je werd constant uitgefloten. Doet zoiets wat met je? Nee, totaal niet. Het geeft je alleen maar kracht om nog een stap extra te doen. Om ze nog bozer te maken eigenlijk. Nee, maar voor de rest doet het echt helemaal niks meer. Jullie hebben nu 6 wedstrijden op rij gewonnen. Komt deze serie precies op het goede moment? Ik denk het toch wel. Een lekkere serie en we zijn lekker in ons vel. En nu krijgen we PSV thuis, dus we zijn er klaar voor.